Ja, Peter Buwalda, Otmar Sohne. Behoeft natuurlijk geen enkele aanbeveling. Het staat al ferm genesteld op de top 10 van de CPNB. Het zal er volgens mij nog heel lang op blijven staan. Dus in feite is het onzin om dit nog aan te bevelen. Maar aan de andere kant vind ik het zo'n ongelooflijk boek dat ik er toch graag iets over wil zeggen. En er is kort hiervoor, ergens in februari, een roman van Schoenmakers verschenen. De Vlucht van Gilles Speksnijder. Daarin werd in de recensies over geschreven dat er geen betere roman dit jaar nog meer zou kunnen verschijnen. Dat was zo'n geweldig boek, daar kon niks meer overheen. Nou, het boek van die Schoenmakers is ook heel erg goed, kundig gedaan. Mooie roman, onberispelijk werk, niks op af te dingen. Maar dit is toch van een echt heel andere klasse. Dit is zo gedurfd. Dit is een soort woeste bergbeek die over je heen dendert. Een prachtig verhaal. Jammer genoeg, aan het eind ben je heel erg nieuwsgierig hoe het verder gaat. Maar ja, dan houdt het op. En het volgende, dit deel, daar hebben we 8 jaar op moeten wachten. Dus als we op dat tweede deel ook 8 jaar moeten wachten, dan hoop ik dat ik nog leef. Ik ben nu 74 en dan 82. En als het derde deel dan weer 8 jaar duurt, dan ben ik 90. Dus ik hoop wel dat Peter een beetje wil opschieten. Want het is zo spannend. Je wil zo ontzettend graag weten hoe het verder gaat. Als je het leest, dan ontgaat je waarschijnlijk hoe vernuftig het in elkaar zit. Omdat het zo meeslepend geschreven is. Maar hij heeft dat gedaan op een manier die lijkt op de wijze waarop het DNA in elkaar zit. Als een soort streng zitten de twee personen om elkaar heen. En het ene moment heb je de ene hoofdpersoon en het andere moment de andere hoofdpersoon. En dat gaat heel subtiel in elkaar over. Dat is razend vernuftig gedaan. Ik denk niet eens dat hij dat met opzet heeft gedaan. Maar dat heeft hij wel heel erg goed gedaan. Nou ja, het is gewoon een prachtig boek. Ongelooflijk.